Het is vandaag precies 75 jaar geleden dat Anne Frank haar dagboek kreeg. Het was een cadeautje voor haar 13e verjaardag in 1942. Kinderen van het Amsterdams Lyceum bezochten daarom vandaag het huis waar ze woonde voor ze onderdook in het achterhuis aan het Merwedeplein. Eva Schloss ging met de kinderen mee. Zij overleefde Auschwitz en woonde daarvoor in de oorlog dus ook aan datzelfde Merwedeplein. Het is niet moeilijk om daar terug te zijn. Na zoveel jaren nu vind ik het eigenlijk meer interessant om het weer te zien en terug te denken hoe we daar geleefd hebben en zo en wat er gebeurd is. Het is niet meer zo pijnlijk. Ik ga bijvoorbeeld dat we nu in de kamer van Anne Frank staan. Met alle spullen die er ook hebben gestaan. Hoe is het om dat boek nu te lezen van Anne? Ik vind het heel mooi hoe ze haar leven beschrijft. En ook dat je... Ze is niet negatief over haar leven, maar je voelt wel dat ze ook gewoon echt angst had toen. Ik wil meegeven dat techniek zijn we heel vooruit gegaan, maar menselijk eigenlijk helemaal niet. Er is nog altijd racisme en prejudice tegen de nieuwe immigranten en moeilijkheden. Zo. Dus ik heb geprobeerd hun mee te delen dat we een andere uitstelling moeten hebben voor over het leven.